Hey Tini, wat superleuk dat jij bij mij in de podcast bent. Wil jij jezelf eens even voorstellen? Ja, zeker. Hey, Eefke, ook dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben Tini. Ik woon in het midden van het land in Dronten. Ik ben getrouwd, moeder van twee volwassen zonen die de een studeert, de ander werkt. Ik ben zelf 47 en ik heb in 2018 een operatie gehad aan mijn hallux valgus, een knobbel bij de grote teen. Daar had ik echt heel veel last van, kon ook geen schoenen meer aan en ja, belandde daardoor ook in het gips. Heel lang rust moeten houden en toen was ik aan de beurt voor een operatie en die operatie was eigenlijk goed gegaan. Maar toch kreeg ik uiteindelijk weer scheefgroei en is in 2020 besloten om nog een keer te opereren. En in 2020 ging het helemaal mis. De operatie zou wederom goed zijn geweest, maar ik bleef heel veel pijnklachten houden. En dat werd eigenlijk alleen maar erger naarmate de operatie verder weg was, zeg maar. Ja. En ja, de orthopeed wist het eigenlijk niet zo goed. Ging zelf ook een beetje zitten googelen op internet van, goh, nou ja, wat zou er aan de hand zijn? En ja, toen brak corona ook uit. Dus het werd heel erg lastig om ook ja, juiste hulp te krijgen. En ja, uiteindelijk kwam ze van, ja, ik denk dat het complex regionaal pijnsyndroom is, CRPS afgekort. En ja, daar moest ik het dan maar mee doen. En ik moest op zoek naar een pijnpolie. En zo kwam ik in de medische molen van, ja, complex regionaal pijnsyndroom en corona en nou ja, zoek het maar uit. Ja, zoek het maar uit. Ja, die. Een beetje vastgelopen eigenlijk in de reguliere geneeskunde, zeg maar, hè? Ja, absoluut. Ja, ik ben wel uiteindelijk kwam ik op een pijnpolie terecht. Vond ik een ziekenhuis waar ik dus in coronatijd terecht kon. En dat was in Zwolle, in de Isala-klinieken. Daar werd ik naar huis gestuurd bij de tubische crème. En een verwijzing naar de revalidatiearts. Maar ja, die hadden het heel erg druk met alle long-COVID-patiënten. Dus daar Ja. gingen ook nog weer maanden overheen. En toen ik eindelijk, in de tussentijd was ik al bij een orthopeed geweest, daar kreeg ik een airwalker aangemeten. Zo'n schoen die je op kan pompen met luchtlaars, zodat je toch een beetje kan lopen. En al die tijd liep ik dus met krukken, uiteindelijk een airwalker. En ja, ging ik gewoon van de pijn en deed maar een beetje paracetamol slikken en een beetje ibuprofen om het maar te onderdrukken, omdat niemand mij ook een handvat kon geven van goh, probeer het eens daar. Nee. Tot ik dus bij de revalidatiearts kwam en die zei gelijk, nou ja, Tini, ik had jou eigenlijk gewoon al, nou ja, binnen een paar weken na de operatie hier moeten hebben om de juiste adequate hulp te kunnen bieden. Maar ja, toen waren we al bijna 9 maanden verder. Dan moet je En kijken. zat ik met de gebakken peren. Ja, toen dacht jij, shit, kom ik hier nog ooit vanaf? Ja, ik zag mijn wereld was al heel klein en die zag ik eigenlijk alleen maar kleiner worden. Want ik kon ook niet werken, ik kon niet meer op mijn werk komen. Ik had echt zo ontzettend veel pijn dat ik gewoon, ja, ook wel door hele donkere stukken ben gegaan. Zo van, ja, wil ik dit allemaal nog wel? En ben ik nog wel de moeder, de vrouw, de vriendin? Kan ik nog wel zijn wie ik wil zijn? En ja, op een gegeven moment wist ik in mijn woonkamer ook op de muur elk putje en elk vlekje en alles kon ik wel uittekenen, zeg maar, met mijn ogen dicht. Want het was gewoon echt vreselijk. En ja, de revalidatie als het eerste wat hij deed was mij ook medicijnen voorschrijven om te zorgen dat dus de scherpe kantjes er vanaf zouden gaan. Ja. Maar daar bleef het ook bij, want ik bleef gewoon heel veel pijn houden. Dus ja, dat is gewoon vreselijk. Als je gewoon alleen maar, ik kon geen dekbed op mijn voet hebben. En ja, dat is gewoon niet te doen. Nee. Mensen liepen met een boog om mij heen in de woonkamer, omdat ze bang waren dat ze mijn voet zouden aanraken. Ja, dat is gewoon, dat is niet zoals het hoort te zijn. Want je wil gewoon, ik bedoel, ja, je wil gewoon leuke dingen kunnen doen. En ik wil Ja. gewoon werken, ik wil mijn steentje bijdragen. En ik zat maar een beetje te verpieteren op de bank. Ja, het was meer een kasplantje dan een bloeiende bloem, zeg maar. Ja, zo voelt het echt. Ja. Ja. En bedoel, ik ging van medicijn naar weer een nieuw medicijn. En uiteindelijk kreeg ik amitriptyline voorgeschreven. Want dat zou helpen bij zenuwpijn. En ja, dat wilde ik helemaal niet. Nou, toen werd ik helemaal, nou ja, weet je, ik heb met mijn zoon de Walking Dead gekeken. Nou, ik werd gewoon bijna een zombie. Gewoon dat je echt denkt van, hoe kom ik de dag nog door? Hoe Ja. vind ik de energie om überhaupt, nou ja, met krukken is dat sowieso wel lastig, maar om naar de keuken te lopen en daar even een kop koffie te drinken aan het aanrecht, dat werd al bijna gewoon, dat was gewoon een lijdensweg.
Dus het is gewoon niet te omschrijven, gewoon hoe ontzettend klein je wereld wordt als je gewoon ja, zoveel pijn hebt en niks kunt. Ik was afhankelijk alleen maar van anderen. Ja, dat is niet wat we willen, hè? En Nee. wat je zegt net was, ja, hoe kom ik de dag door? Hoe kwam je de dag door? Hoe zag jouw dag eruit? Ja, ik zorgde ervoor dat voordat iedereen hier uitvloog naar werk, school, dat soort dingen, dat ik in ieder geval aangekleed beneden was, gedoucht en aangekleed. En dan werd er gewoon gezorgd dat er wat drinken en wat eten klaar stond. En nou ja, dat ik dan, ja, het is net een, ja, en dan maar hopen en kijken wie er als eerste weer thuis is. Toen zaten mijn zonen allebei nog op het voortgezet onderwijs. Om, ja, om te zien van, oké. Wie is er het eerst thuis? Wie kan mij het eerst helpen met op gang komen? En weer wat nieuw eten of wat drinken. En dan zelf maar een keer naar de keuken stompen voor een kop koffie. Omdat je, ja, dat blijft niet zo heel lang warm. Of een keer naar de wc. En nou ja, dan zat ik maar op de bank. En, of ik lag op de bank. En, maar ook geen puf of energie om überhaupt wat te doen. Want ik vind handwerken ook wel heel erg leuk. Of lezen. Maar ik kon het gewoon niet. De televisie stond suf aan. En ja, dat was mijn wereld. Ja, zelfs je hobby's waren te veel, zeg maar. Ja, het was gewoon, ik gewoon geen puf, geen energie. En qua werk, want werkte jij daarvoor voordat je klachten kreeg? Daarvoor had ik gewoon een vast contract. En ja, dat is uiteindelijk dus, na 2 jaar moest mijn werkgever ja, afscheid van mij nemen. En ja, dan kom je in de molen bij het UWV en ja, die vinden er natuurlijk ook wat van. En ja, die vonden er niet van wat ik ervan vond. Dus ja, moest ik eigenlijk wel weer gaan solliciteren nadat ik zat wel in de ziektewet, zeg maar. En ja, toen heb ik uiteindelijk heb ik een boek gelezen over verklein je pijn. En dat heeft mij heel veel inzichten gegeven en mij ook doen beseffen van oké, wat wil ik nu nog met mijn leven? Wil ik echt, ga ik er nog wat van maken? Pak ik de koe bij de horens of blijf ik hier voor eeuwig als een, ja, als een zielig vrouwtje op de bank zitten? En dat ben ik gewoon niet. En Nee. toen dacht ik van ja, ik moet wat. Ik moet wat doen. En toen ben ik dus, ik heb het soort van geaccepteerd. Van oké, nou ja, ik heb wat. En daar moet ik het mee doen. Maar ik ga proberen er het beste van te maken. Ja, dat is vaak een eerste stap, hè. Dat zie ik heel vaak ook bij mensen bij mij in de praktijk. Dat ze in eerste instantie ergens een stukje ja, acceptatie. Acceptatie is soms nog een heel groot woord, zeg maar. Hè? Maar het aanvaarden van hoe de situatie nu is. Ja. Hè? We hadden net voor dit gesprek opname even over een punt A en een punt B. Hè? Maar wat is je echte punt A, zeg maar? Hè? Waar sta ik nu? Waar, ja, wat is mijn huidige situatie? Wat is mijn huidige realiteit? En dat is gewoon in kaart brengen. Ja, ik werk niet meer. Ik kan voor het een en het ander mensen om me heen eigenlijk niet zo heel veel meer betekenen, zeg maar. Hè. Zo voelde het. Je hobby's, die kon je eigenlijk niet meer uitvoeren. En dat was jou op dat moment jouw punt A. En op het moment dat je daar weerstand op blijft houden, ja, dan gaat een herstel helemaal niet zo snel plaatsvinden, of niet. Hè. Pas op het moment dat jij zegt van oké, wacht even, maar dit is het nu even. Ja. Ga gewoon kijken van inderdaad, hoe kan ik hier nu het beste van maken? In de reguliere zorg kwam je niet verder dan medicatie en, ja, en het onderdrukken van de pijn, zeg maar. Hè? Maar goed, dat bracht je ook niet heel veel verder van de bank af. Nee. Dat zorgde ervoor dat je misschien iets minder pijn had, maar uiteindelijk ja, bracht je dat niet waar je nu staat, hè? Met gewoon een eigen bedrijf. Even Nee, tussendoor precies. voor de mensen, dat heeft gewoon inmiddels een eigen bedrijf. Dus ik bedoel, ja, what can happen in 2 jaar, zeg maar, hè, ongeveer. Dat is echt, echt bizar. Echt super inspirerend, denk ik ook echt voor velen om te zien. Hè, die ook het traject hebben gehad van afscheid nemen van een werkgever en in de ziektewet belanden bij het UWV en al die stappen. En ja, ik kan me ook voorstellen, dan denk jij, ja, jeetje, wat beteken ik dan nu nog? Want ja, je had een leuke baan en dan in één keer, Ja, viel alles weg. ja. En dan wordt je sociale wereld wordt ook gewoon heel klein. Want er zijn ook gewoon mensen die er geen begrip voor hebben. En omdat ze. Je zag niks aan mij. Maar de pijn voelde Ja. ik natuurlijk wel. En dan ga je jezelf proberen te verantwoorden naar mensen die het niet zien, die het niet snappen.
Kijk, een revalidatiearts snapt het wel, want daar hoefde ik het echt niet uit te leggen. Die zag het ook wel en die wist ook precies hoe die daarmee om moest gaan. En Ja. mijn gezin, mijn man en mijn kinderen, die wisten natuurlijk ook wel hoe het zat. Maar voor een buitenstaander is dat heel erg lastig. En dan kwam ik bij de fysiotherapeut en dan liep ik met mijn krukken, maar je zag verder niks aan mij. Dus mensen gingen dan toch kijken van, nou, waarom loopt zij met krukken? Ja, weet je, en ik ben van nature wel iemand die altijd wil uitleggen wat er aan de hand is. Dus, maar daar ben ik uiteindelijk wel mee gestopt. Ik denk van ja, ik zit hier voor mezelf en ik weet wat er aan de hand is en ik ben aan het werk met mezelf. Maar ja, het is toch, ja, je gaat je echt afvragen wat je waard bent. Ja, En bizar. hoe je daarmee om moet gaan. En ik ben daar ook al voor bij. Ik moest ook naar een psycholoog om daar eens te gaan praten van hoe ik met de pijn zat. Maar hij deed eigenlijk een beetje hetzelfde als de fysiotherapeut waar ik kwam, want dat was een psychosomatische therapeut. En dus daar uiteindelijk ben ik bij de, was, kwam ik bij de psycholoog niet echt veel verder. Dus daar ben ik uiteindelijk wel weer mee gestopt. Ja, kreeg je daar misschien het gevoel dat de pijn tussen je oren zat, of was dat niet waar ze op focuste, zeg maar? Ja, Want dat was waar ze heel erg op focusten. Van ja, het zit ergens in je hoofd en want er is niks aan de hand. ja. Maar hoe verklaar je dan dat ik wel 24/7 pijn heb en geen schoenen aan kan, geen deken op mijn voeten kan? Hoe verklaar je dat dan? Dus ja, dat is zo ontzettend lastig. Ja, en dat is ook een strijd. En die strijd zul je ook met het UWV hebben gehad, hè? Want dan moest je natuurlijk ook gewoon weer gaan solliciteren. Ja. Ja, dat kost ook enorm veel energie, hè? Ja. Nou, ik had wel het geluk dat mijn begeleider bij het UWV eigenlijk wel, ja, hoe zeg je dat, was op mijn hand, zeg maar. Dus van haar hoefde ik niet te solliciteren, maar als ik bijvoorbeeld een masterclass ging volgen of iets, dan was dat ook akkoord. Dus dat was wel heel fijn dat zij zei van stop al je energie maar in je herstel. En om te kijken hoe ver je komt, zodat je uiteindelijk misschien toch weer wat kan gaan doen, zeg maar. En het zaadje om even terug te pakken op wat jij net zei, dat ik mijn eigen bedrijf heb. Ja. Dat is jaren geleden al door iemand gezaaid, zeg maar. En dat kwam, zeg maar, in die periode heb ik mij daar wel helemaal ook in verdiept. Van oké, als ik niet naar een werkgever kan om op locatie te werken, wat kan ik dan doen om mijn steentje bij te dragen? En heb ik besloten dus om voor mezelf te beginnen als virtual assistant. Want dan kan ik uit huis werken, kan ik mijn eigen energie ook managen. En als ik een dag zoveel pijn heb dat het echt niet wil, dat ik echt, nou ja, het even niet meer weet, dan kan ik ook zeggen van oké, nou dan kijk ik morgen wel wat ik morgen kan doen voor een opdrachtgever. Dus Ja. daarom ben ik ook voor mezelf begonnen. Ja, mooi hè. Wat dat betreft heb je wel echt de mindshift gemaakt van hey, niet gaan zitten piepen over wat ik allemaal niet kan, maar ga eens kijken wat ik wel kan. En natuurlijk waren er een hele hoop dingen die je niet kan en heeft een hele grote impact op je leven. Maar ja, op het moment dat je daar vooral op blijft focussen, ja, dan kom je ook niet zo heel veel verder, zeg maar. Hè? Want dan blijf je in een soort van, nee, niet in een soort van, dan blijf je in een slachtofferrol zitten. En dan blijf je in die visuele cirkel zitten, waar je gewoon niet uitkomt. En jij hebt gezegd van, oké, wacht even, maar die ga ik doorbreken. Ik ga kijken wat ik wel kan doen. Hè? Ik ga kijken, hoe kan ik dan wel een bijdrage leveren, waar ik mezelf ook goed bij voel, zeg maar. Dus ja, dat is echt al een hele mooie eerste stap die je toen eigenlijk al gezet hebt. Maar toen had je nog wel pijnklachten, maar nu niet meer. Nee, want ik ja, ben vorig jaar maart officieel gestart met mijn bedrijf. Daarvoor heb ik dus een opleiding gedaan voor virtual assistant. Of ja, opleiding, hoe noem je dat? Ja, ik heb er een certificaat voor gekregen. En dat is ook allemaal met medeweten van het UWV geweest. Uiteindelijk heb ik de startperiode gedaan bij het UWV. Kon ik dus met mijn bedrijf starten met behoud van een deel van mijn uitkering. Ja. En mocht ik ook op zoek gaan naar klanten. En zo kwam er dus iemand op mijn pad die op zoek was voor iemand die kon ondersteunen bij Pinterest. En om te kijken of dat ook voor haar bedrijf interessant zou zijn. Zo raakte ik aan de praat met haar. En uiteindelijk vroeg zij mij dan van, goh, joh, even een beetje gewoon normaal praatje. En waarom ben je dan voor jezelf begonnen? En toen kwamen wij op mijn pijnklachten. En dat ik dus bij haar zat met heel veel pijn. En dat ze zei, ja, maar dat moet toch helemaal niet nodig zijn en pijn lijden en niet voor de volle 100% kunnen functioneren. Ja. En dus ze zei, ik ga wat proberen bij jou. En zij is angstexpert.
Tenminste, zo staat ze bekend. En zij helpt mensen af van chronische pijnklachten, maar ook van angsten, autorijangsten, dat soort dingen. En zij ging tegen mijn onderbewuste praten door te vragen van, goh, Tini, wil je dat ik kijk of ik jou kan helpen om van je pijn af te komen? Nou, mijn lichaam begon daar dus op te reageren. En ja, toen ben ik gaan zitten. Zij heeft ongeveer, nou, ik denk een half uur tegen mijn onbewuste gepraat. En uiteindelijk zei ze van, oké, als je zo weer terug bent in mijn woonkamer, stap je er overheen. En ik stapte dus daadwerkelijk, stapte ik over een denkbeeldig iets heen. Ja. En ik had gewoon, ja, ik voelde wel wat in mijn voet, maar dat was meer alsof het een soort van gekriebel was, alsof er iets uit moest. En Ja. het verzamelde zich allemaal in mijn voet. En ze zei van, nou, ik denk dat, wat voel je nu? Ik zeg, nou ja, geen pijn, maar wel een beetje onheimisch gevoel. En Ja. toen zei ze van, nou, we gaan contact houden. We gaan kijken van hoe zich dat ontwikkelt. En ik fietste naar huis en de tranen liepen over mijn wangen, omdat ik voelde gewoon geen pijn meer. En ik dacht echt, wat gebeurt er met mijn lichaam? Ja, hoe dan? Ja, Ja. hoe? En ik kan nog steeds, kan ik de vinger er niet op leggen. Wat zij precies gedaan heeft, weet ik niet. Maar zij heeft iets doorbroken of geen idee, maar. Kunnen soms hele kleine dingen zijn, hè? Ik heb daar ook bij mensen die starten bijvoorbeeld bij mij een traject en die lezen een boek of die doen een uurtje aan huiswerk en die komen vervolgens bij mij in de praktijk en die zeggen, ja, maar mijn klachten zijn al bijna weg. Ja. Of de klachten zijn al superveel verminderd ten opzichte van, maar hoe dan? Ik ben nog niet eens bij jou geweest. Nee, nou ja, dat. Ja, en dat is gewoon, dat is dus bij jou ook nu. Dus nu ben je klachtenvrij. Een jaar ongeveer, hè? Ja, ik denk dat het in juni is geweest of zo. Juni vorig jaar of zo. Ja, moet je Bijna kijken, was. 9 maanden Juni. ongeveer, Ja, ja. zoiets. Ja. En we hadden het er kort van tevoren even over, hè, dat het nu af en toe nog zo is dat je 's ochtends wakker wordt en dat je denkt, oh, is het nog steeds weg? Ja, dat gevoel van dat je wakker wordt en denkt van, het zal toch nog wel weg zijn. En dan beweeg ik mijn voeten en dan denk ik, oh, ja, het is gewoon weer net als gisteren, zoals het eigenlijk hoort te zijn. En Ja. ja, dat is gewoon zo fijn. Maar toch, ver in mijn hoofd, in mijn achterhoofd, daar denk ik toch nog steeds wel eens van, oh, maar wat nou als? Ja. Wat nou als het toch wel weer terugkomt? En ik mag niet zo denken, dat weet ik. En ik moet ook, als ik denk dat ik het voel, eigenlijk tegen mezelf zeggen van, oké, pijn, je bent niet van meerwaarde, ga maar gewoon weg. Ja. Dat soort affirmaties. Maar Ja. omdat je zo lang, zo intens pijn hebt gehad, ben je toch super alert. Ja. Van, wat gaat er gebeuren? En wat brengt, en ik heb het nu niet meer elke dag, maar soms komt dat gevoel wel opzet. In het begin had ik het echt elke dag. Dat ik echt dacht van, oh, wat gebeurt er? Ah, ja, het is vast weer terug. Of het komt vast wel weer terug. Ja. En nu heb ik dat heel af en toe. En dat is ook vaak als ik dan een beetje moe ben. En dan denk ik van, oh jee. En weet je, dan kom je toch een beetje weer in zo'n neerwaartse spiraal. En dan denk ik, nee, kom op, doorpakken. Het is er niet. Je hoeft Ja. nergens bang voor te zijn. Nee, dat hè. En ook als je wel iets voelt, ik bedoel, hè, ik heb zelf de mensen die naar mij luisteren, die weten inmiddels wel mijn verhaal, hè. Maar ik heb 20 jaar lang last gehad van migraine. Ik heb 10 jaar lang fibromyalgie gehad. En ik heb nog wel eens ooit dat er ergens een migraine begint. Maar ik hoef dan vaak niet meer te doen dan te zeggen, hey, dit klopt helemaal niet. Dit hoeft er helemaal niet te zijn. In mijn geval, laat mij mijn emotie maar gewoon even voelen die ik nou probeer te onderdrukken. En dat is genoeg om vervolgens weer 10 minuten later of 5 minuten later gewoon van een migraineaanval af te zijn, die vroeger bij mij wel eens een dag kon duren. Ja. En je kan jezelf daar gewoon zoveel over vertellen, maar je kan het erger maken in je hoofd, maar je kan het ook anders gebruiken, zeg maar. En Ja. Ja. dat hoor ik ook dat jij dat doet, zeg maar. En ja, dat is zo'n machtige, mooie tool die we gewoon allemaal in onszelf hebben zitten, waar we helemaal niemand voor nodig hebben. We moeten alleen weten dat we het kunnen.
Ja, en dat is natuurlijk ook, ja, dat is wat we ook al eerder tegen elkaar zeiden. In de gezondheidszorg, de reguliere gezondheidszorg, zijn de belangen natuurlijk ook heel anders. Vinden ze wat ons is overkomen, wat jou is overkomen, wat mij is overkomen, dat vinden ze gewoon te zweverig en dat vinden ze gewoon te spannend, omdat ze gewoon, ja, ze Dat kunnen is daar de niet vinger mijn niet op kant. leggen. Nee, nee, het is. En ik voel ook wel eens wat in mijn voet nog wel. Maar ik kan het nu ook onderscheiden van, is dat nu een ander soort pijn dan wat het was? Kijk, Ja. want ik stoot me natuurlijk ook wel eens aan mijn voet. Ja. En dat voelt echt heel anders. En dan denk ik ook van, oké, ik heb me gestoten. Stom, ik moet beter opletten waar ik loop. En weer door. Ja. Dus ja. Ja, het is gewoon machtig wat het menselijk lichaam kan. En als je er maar voor open staat ook. Ja. Hey, en we hadden het er straks al eventjes over, hè, ook voor dit gesprek, zeg maar, wat toch wel, ja, wat mij ook wel weer getriggerd heeft, waarvan ik denk, oh, daar wil ik toch ook wel even bij op terugkomen. Je had het erover, hè, hoe gaan mensen nu naar me kijken? Want ik ben nu in één keer klachtenvrij. Oh, dus wat gaan mensen nu van mij vinden? Wat gaan mensen nu denken? Want die hebben mij altijd horen piepen en klagen en steunen en zeggen dat ik pijn heb. En ja, nu is het in één keer weg. Hoe dan? Heeft ze zich dan toch al die tijd aangesteld? Of hoe voelde dat voor jou dat je daar, ja, daarmee moest gaan dealen, zeg maar? Ja, dat vond ik wel heel lastig. Want ik had een klacht die eigenlijk niet zichtbaar was. Want ik voelde de pijn in mijn lichaam. En pijn zie je niet. Kijk, als je je been breekt, dan weet iedereen dat je in gips zit en dat je pijn hebt en dat je er slecht bij loopt. Ja. En ik heb heel erg het gevoel gehad dat ik me moest. Toen ik de diagnose CRPS kreeg, heb ik me heel erg hard gemaakt om duidelijk te maken wat ik mankeerde en wat dat met mij deed. Toen was ik er van af en toen moest ik iedereen eigenlijk weer gaan vertellen dat ik doordat ik bij iemand was geweest, geen pijn meer ervaar. En ja, dat is lastig. En ja, gelukkig had ik wel mensen in mijn directe omgeving die zien het en die snappen het ook wel. Maar voor een buitenstaander is dat heel ingewikkeld. En ja, ik heb het gewoon uitgelegd en gewoon gezegd van ja, weet je, ik heb gewoon nu geen pijn meer en ik wil ook niet meer stilstaan bij dat ik pijn had. Nee. Ik voel me nu zo en ik ga nu daar voor de volle 100% van genieten, omdat ik gewoon weer dingen kan. Ik bedoel, wij gaan altijd op vakantie naar de Alpen. En dat hebben we ook een tijdje dus niet zo goed kunnen doen, wandelen, omdat ik gewoon dat niet kon. En afgelopen zomer hebben wij gewoon weer gewandeld en genoten en de dingen gedaan die we graag willen. En zo is het. En ik Ja. ga daar ook niet omheen draaien van ja, maar ja, dit of dit. Nee. Ik ben een soort van, nou ja, genezen, zeg maar. Ik heb geen pijn meer. Nee. Ik ben gewoon wie ik ben en ik doe wat ik doe. En heb jij daar problemen mee? Ja, dat is dan jouw probleem. Dat kan niet mijn probleem zijn. Nee, is absoluut waar. En hoe voelde het voor jou om eigenlijk een diagnose te krijgen voor iets wat gewoon niet zichtbaar is? Wat ook niet, ja, eigenlijk niet te vinden is in, ja, in diverse onderzoeken. Maar toch een diagnose krijgen, zeg maar. Hoe voelde dat voor jou? Het gaf aan de ene kant wel een soort van rust. Omdat ik dan toen dacht van oké, zie nou wel, ik mankeer echt wel wat. Dat gevoel. Ja. Dan heb je in ieder geval een naam van iets. En niet dat ik op zoek was naar een diagnose. Want het liefst mankeer je natuurlijk niks. Maar ik was niet gek. Ik voelde echt wat ik had. Dus toen het de naam kreeg, is dat net iets makkelijker uitleggen aan andere mensen. Zo van, oké, snap je het niet? Nou, hier heb je de link. Lees maar wat het is. Want mensen moeten daar dan ook maar gewoon, ja, die moesten daar aan wennen. Kijk, ja, voor mij gaf het een soort van rust wel toen ik de diagnose kreeg. Maakt het net iets makkelijker of Ja. zo. Ja, snap ik zeker. Ja, van ik ben niet gek, ik mankeer echt wat. Ja, ik had dat ook toen ik de diagnose fibromyalgie kreeg. En ik was daar heel blij mee in eerste instantie. Ik dacht, yes, hè. Ja, nou dat. Ik heb erkenning voor mijn klachten. En vervolgens kon er helemaal niemand iets mee. Nee. En wist er ook niemand mij te vertellen hoe ik er dan vanaf kon komen. Maar en Nee, maar dan. hoe ik er ooit vanaf kon komen, überhaupt. Ja. Nee, maar ik was wel even blij met die diagnose. Dat verdween daarna ook weer relatief snel. Dat ik dacht, ja, Kan er niks oké, mee.
kan er helemaal niks mee. Ja, Nee. behalve tramadol slikken en Ja. fysiotherapie, ergotherapie en zorgen dat ik het zoveel mogelijk maar onder druk, dat ik in ieder geval, nou ja, kan overleven, want leven was het niet natuurlijk. Nee, nee, nee. Ja, dat is wel. Ik herken dat wel inderdaad. Dat je dan toch blij bent met een diagnose. Terwijl achteraf denk ik steeds, maar hoe kan ik een diagnose krijgen op iets wat niet te vinden is? Nee. En Nou ja, dat. waarom krijg jij dan de diagnose CRPS? Waarom krijg ik de diagnose fibromyalgie? Waarom krijgt iemand anders de diagnose? Zo zijn er nog CVS, chronisch vermoeidheidssyndroom, noem maar op. Ja. En al die dingen hebben voor het grootste gedeelte dezelfde pijnklachten, dezelfde klachten waar mensen last van hebben. En toch hoort het een dan onder CRPS en het andere onder fibromyalgie. En ja, ik kan daar nu achteraf, kan ik daar gewoon ook echt niet bij. Dat ik denk, hè, maar wat maakt dan het onderscheid dat de een die diagnose krijgt en de ander die andere diagnose? Want ja, niks ervan is te vinden in het bloed en niks ervan is te vinden in scans of whatever. Ja, ik vind dat gewoon nog steeds heel bizar dat ik denk, hoe Ja, dan? ik heb geen idee. Nee, ik ga Nee. hem ook nooit snappen, denk ik. Maar Nee, dat is gewoon. Ik ben al lang blij dat ik gewoon nu gewoon pijnvrij door het leven kan. En ja, ja. ik heb wel eens een pijntje, maar ik bedoel, iedereen heeft wel eens een pijntje. Ja. Maar niet meer die helse pijnen die ik toen had. Nee, je En hebt je leven weer terug, hè? ja, zo voelt het echt. En ja. Ik bedoel, ik voel me lekker en ik zit lekker in mijn vel. En bedoel, ik heb leuke klanten. En ja, het gaat gewoon hartstikke goed. Dus ja, ik heb nu, ja, het valt voor mij, viel het eigenlijk. Ja, het heeft mij eigenlijk ook wel iets gebracht in de zin van dat ik mijn eigen bedrijf ben gestart. En zo kwamen de mensen op mijn pad. En ja, ik voel me nu zo, ja, zo ontzettend fijn en gelukkig. Ja, dat is gewoon zoveel waard. En dus ja. Ben je nou qua persoonlijkheid ook nog veranderd? Had je van tevoren misschien iets meer please-gedrag en nu niet meer? Of dat soort dingen? Zijn daar ook dingen in veranderd voor jezelf? Ja, ik denk wel dat ik veranderd ben. Maar dat heeft denk ik ook wel een beetje te maken met ook dat ik nu ondernemer ben. En ja, daardoor Dat ga is je een ook. persoonlijke ontwikkeling die je kunt bedenken, hè? Ja, daarom. Dus er is gewoon heel veel veranderd, zeg maar, in wie ik ben en wat ik doe ook vooral. Ik bedoel, ik was altijd heel erg van ja, afwachten. En als er werkgever was, vroeg altijd maar een vraag om de erkenning van heb ik het goed gedaan? Ben je er tevreden mee? En nu komen mensen bij mij, omdat ze weten wat voor werk ik lever. En zijn ze gewoon heel blij. En ben ik niet meer op zoek naar die erkenning. Want anders komen ze niet bij mij. Dus ja, dat heb ik ook wel losgelaten, zeg maar. Ik denk van ja, ik kan nu echt leven van ik ben wie ik ben. En ik ben zo dankbaar voor wat er op mijn pad is gekomen. En ik ben zo nieuwsgierig naar wat er nog gaat gebeuren in mijn leven. Ja, Ja. dat maakt het gewoon. Ja, het is echt heel erg veranderd. Ik zou ook niet meer terug willen in loondienst bijvoorbeeld. Nee, dat snap ik. Dit Heel zijn zoveel. herkenbaar. Maar Nee, dit is zo fijn. ja. Ja, nee, snap ik helemaal. Maar ja, je ziet dat ook vaak inderdaad, hè, dat mensen van tevoren een bepaald please-gedrag hebben. Juist mensen met een enorm doorzettingsvermogen die maar blijven sukkelen met die klachten, omdat ze juist eigenlijk niet tijdig genoeg rust pakken, zeg maar, hè. Ik bedoel, ik moet daar nu ook nog steeds. Ik bedoel, ik moet ook gewoon mijn eigen grenzen aangeven. En als ik te veel doe, dan heb ik daar ook last van. Dan ben ik ook sneller moe of whatever. Maar dat is niet omdat ik een diagnose heb. Dat is gewoon omdat ik een mens ben en niet 100 uur per week aan kan staan. Nee, precies. En dat is gewoon iets heel normaals. Alleen, ja, dat leren we vaak niet, hè. Er zitten overtuigingen op. Niet piepen, gewoon maar doorgaan. Niet lullen, maar poetsen. Wat hebben we allemaal geleerd van onze ouders en grootouders, et cetera. Ja, dat was misschien toen ook wel zo. Maar ja, je mag ook Hele gewoon. tijd veranderd. Ja, en je mag ook best af en toe een keer zeggen: oké, nou ga ik even lekker met een boek op de bank zitten omdat ik dat verdiend heb. Ja, maar dat eigenlijk sinds ik dat zeg maar, ik doe dat nu ook meer. Eigenlijk ben ik sinds ik, nou ja, soort van, nou, ik ben genezen. En Ja, ik niet pak soort nu van, ook, je bent genezen. ja, precies. Ik pak nu ook gewoon mijn tijd, zeg maar. En kijk, als je dan zelf ondernemer bent, is dat natuurlijk ook gewoon, ik vind het, dat geeft alleen maar meer voordelen ook in die zin.
ik gewoon denk van nou, ik heb vandaag voldoende gedaan. Ik heb mijn werk klaar voor die en die opdrachtgever. Ja, dan pak ik een boek en dan ga ik op de bank zitten. En dan, of ik ga een rondje wandelen, of ik ga sporten, of ik ga zwemmen, of nou ja, wat dan ook. Ja. Maar die tijd pak ik nu ook. En ja, dat maakt mij ook gewoon, dat maakt mij als persoon ook leuker. Maakt mij een leukere vrouw, leukere moeder. Ik ben niet meer alleen maar chagrijnig en ik weet je, ik heb geen zin meer. Nee, ik pak gewoon door. Want zo was ik altijd al. En ja, dat is gewoon heel fijn. En ik stond altijd aan en dat heb ik nu ook niet meer. Ik kan nu ook, het is wel moeilijk, dat is wel een proces natuurlijk, want je bent niet in één keer dat alles in één keer vlekkeloos loopt. Nee. Maar ik kan nu ook, zeg maar, ook echt die tijd voor mezelf pakken. En dan hoef ik niet aan te staan. Dus daar had ik het toevallig gisteren met mijn man nog over. En hij zei, goh, ja, hij zegt, dat is ook zo. Je staat niet altijd meer aan. En dat was voorheen altijd wel. Dus ja. Maar we leven ook in een maatschappij waar dat bijna van ons verlangd wordt, hè? Ja. Waar het ook maar logisch is dat we meteen op social media of WhatsApp of wat dan ook reageren. En ik moet zeggen dat ik daar soms zelf ook nog wel een handje van heb. Dat ik dan heel snel wil reageren, ook gewoon omdat ik dat leuk vind, zeg maar. Maar ik moet daar bewust ook gewoon af en toe mijn telefoon even voor wegleggen. Dat ik denk, nu sta ik gewoon even uit. Ik bedoel, ik kan ook, ik noem maar iets, naar een crematie gaan die 2 uur duurt. Dan ben ik ook niet bereikbaar. Dan Nee. accepteren mensen het ook. Dus waarom vinden we dat we maar altijd moeten reageren en dat die telefoon altijd binnen handbereik moet zijn? Kijk, ik heb wel, als mijn telefoon geluid uitstaat, dan kunnen mijn ouders bijvoorbeeld kunnen mij altijd bellen. Die gaat er altijd overheen, zeg maar. Maar voor de rest staat mijn telefoon altijd geluid uit. Ja, ik heb ook vooral, ook op WhatsApp en dergelijke heb ik het uit, behalve voor mijn gezin. Gewoon voor de mensen. Voor als er wat is, zeg maar, voor mijn kinderen, voor mijn man, maar verder niet. Ik bedoel, ik hoef de hele dag dat gepingel. Dat wil ik helemaal niet. En ik kijk vanzelf wel, als ik denk van, en als het belangrijk is, nou ja, dan moeten ze me maar bellen. Maar anders dan, ja, jammer dan. Dan probeer het later nog een keer. Ja, precies. Ja, nee, zeker waar. Zeker waar. En ik denk dat dat ook wel deels een heel groot gedeelte van onze klachten veroorzaakt. Dat we er altijd maar voor de ander willen zijn en voor een ander klaar willen staan. En onszelf daarin gewoon compleet vergeten vaak. Wij nu niet meer, maar Nee. ik herken dat wel van mezelf van voorheen. Altijd maar voor die ander. En ik zelf kwam wel een keer aan de beurt, zeg maar. En ik vond het egoïstisch als ik alleen voor mezelf moest kiezen. En nu denk ik, nee, ik vind het juist egoïstisch als ik niet voor mezelf kies. Nee, nou ja, net wat ik net zeg. Weet je, ik ben er ook leuker door geworden. Door Ja. ook gewoon die tijd voor mezelf te pakken. Voorheen was ik altijd aan het zorgen voor iedereen. En dat doe ik niet meer. Weet je, ik moet ook aan mezelf denken, want anders ga ik er zelf van onderdoor. En dat is los van de klachten die ik had. Dat is gewoon ook, dat is eigenlijk voor iedereen gewoon heel belangrijk. Ja. Dat, Ja, ongeacht of je pijn hebt of een diagnose hebt van whatever. Maar ja, dat. Ja, het is zo zeker. belangrijk om ook aan jezelf te denken. En ja, ik heb dat ook, ik heb dat ook moeten leren en dat ben ik nog steeds aan het leren. En ik denk dat dat voor iedereen gewoon heel goed is om even dat moment voor jezelf te pakken. En of je nou wel of niet wat mankeert. Ik bedoel, Absoluut. dus ja, dus, maar Absoluut. goed, ik ben super blij. Ik heb geen pijnklachten meer. En ja, dat heeft mijn leven zo drastisch veranderd. Ja, dus wat wil je zeggen, als afsluiter? Want ik denk dat we heel veel mooie dingen hebben gedeeld en dat we iedereen heel veel mooie dingen hebben meegegeven. Als je nou nog één ding zou mogen zeggen tegen degene die nu aan het luisteren is, wat zou je willen zeggen? Wat zou je diegene mee willen geven? Geloof in je eigen kracht. En als jij denkt dat jij nog wat te doen hebt, qua werk of voor je gezin of voor wat dan ook, ga ervoor. En blijf echt in jezelf geloven. Want je eigen lichaam kan zoveel meer dan wat je denkt. En daarvoor hoef je niet alleen maar afhankelijk te zijn van reguliere geneeskunde. Absoluut niet. Nee, nee, mee eens. Mooie afsluiter. Dank je wel, Tini. Graag gedaan. Ik vond het erg leuk dat ik ja, dit aan jou dat we dit samen konden bespreken en dat ik mijn verhaal mocht vertellen. En ik hoop dat het voor anderen een inspiratie is om ook ja, voor jezelf te bedenken van wat wil ik met mijn diagnose en ga ik ervoor of ja, blijf ik op de bank zitten. En ik zou Ja. zeggen, ga ervoor, want er is nog zoveel wat mogelijk is en Ja. wat je Ja, kunt doen. kom uit die slachtofferrol, hè? Ja, precies.